De gemeente Schiedam heeft een Europese aanbestedingsprocedure uitgezet voor het beheer van 6 binnensportaccommodaties. Het gaat om de Margriethal en de Groenoordhal, de zwembaden Zuid en Groenoord en de sportzalen Zuid en Oost. Er is gekozen voor deze niet openbare procedure omdat het om een omvangrijke opdracht gaat. Het beheer van deze binnensportaccommodaties is nu nog in handen van Optisport, maar binnenkort loopt het contract af. In een reactie laat de gemeente weten dat het aanbesteden van de exploitatie van de binnensportaccommodaties noodzakelijk is, omdat het contract met de huidige exploitant afloopt. Dit is een verplichting en zegt niets over de tevredenheid van de huidige exploitant. Volgend voorjaar besluit het college over het nieuwe beleid en de kaders die worden gesteld met betrekking tot de binnensportaccommodaties in Schiedam.